De Verenigde Naties heeft 25 jaar geleden op 23 december 1994 per resolutie 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volken. Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. Ook in Suriname is deze dag vandaag gevierd in de Palmentuin. Tot de inheemse bevolking van Suriname worden verschillende stammen gerekend. De Caraïben en Arawakken wonen aan de kuststrook en de Warao's, Trio's en Wayana's wonen in het binnenland van Suriname. Ze hebben allen een verschillende taal en cultuur, maar strijden om hetzelfde, namelijk erkenning. Elk jaar op 9 augustus komen de 5 stammen bij elkaar om een eenheid te vormen. Zij openen om 6 uur in de ochtend de dag met een vuurceremonie. Een vast onderdeel van deze dag is de Switwatra, die zorg draagt voor extra zegeningen. We brengen u enkele fragmenten van de voorbereidingen van de Switwatra. Het is maar prank. Buna, toch kalibé. Maar ik heb een naam. Doro da kopé. Ik heb een naam. Ik heb een naam. Ik heb een naam. Ik heb een naam. En namens Wayono, de culturele organisatie Wayono, voor de Arawakken, na de culturele organisatie voor Mata, de Kurpa Maria, de Arawakken, na namens de culturele organisatie voor de Kribisi, na de culturele organisatie voor de Wayana, die komt ver uit het zuiden, de culturele organisatie voor de Trio, die komt ver uit het zuiden. Nanga a folk cultural group for the Warao. Une gono a bigi odi, grand tangi, nanga respecti. And today now a day sa ala inge komakandra for fear a day disi, the group outdoor a VN, but that eigenlijk an unu national dag. A national dag de eigenlijk in a month October, die den indringers sak moto uit het western kofetanga de inge, kiri bij miljoenen. En a last of it eindig in de Guyana's, daarom de karen zo. De wereldkust van Guyana, want de PI, de veranderlijke, alle soort fasie, betrof tigri, betrof visi, betrof sma, alle soort fasie a PI, de vormom, voor overleef, lek van Udenono. En ook tegen een Surinaamse wapen, in de Guyana, je hebt de wapendrager. En dan neemt dat in een Jurobudi, nou af de strijder, Simio, na tweede strijder, en een kapitein die bij de Nabaka vertoning, Madame Kwana. De drie dat die behoort Baka. Een fragment van de voorbereidingen van de Switwatra gedaan door de culturele verenigingen van de 5 inheemse stammen van Suriname. De vuurceremonie en Switwatra zijn gehouden in de Palmentuin.